100 jaar Nedinsco, dat willen ze vieren. Ik word benaderd of dat ik eens wil komen praten. Kunst speciaal voor jou, dat is wat ik doe. En zo komt er een afspraak. Mijn naam is Anja van Rijen. Als beeldend kunstenaar maak ik filmpjes over mijn beelden en over alles wat er zich rondom mijn atelier afspeelt. Vandaag gaat het over 100 jaar Nedinsco. Kijk, daar bij die vlag, daar ligt het. Het is een heel technisch bedrijf. Ze werken heel nauwkeurig. Het bedrijf is bezig met optiek. Kijken, zien, dingen zichtbaar maken. Voor ik met ze in gesprek ga, moet ik een coronatest doen. Vreemde tijden. Tijdens het gesprek vertel ik dat een beeld bij het bedrijf moet passen. Natuurlijk kan ik een beeld in keramiek voor ze maken, maar ik denk niet dat de werknemers zich daarin herkennen. Het is hun feestje, dus herkenbaarheid en betrokkenheid vind ik belangrijk. Ze hebben afgekeurd materiaal wat ik mag gebruiken. Het is heel mooi clean, superhelder. En in een prisma kun je de regenboog zien. Ik ga ermee aan de slag en maak 3 voorstellen. Ze kiezen een ontwerp waarbij de prisma's in een patroon komen te liggen. Het licht zal ermee spelen en de kijker uitnodigen om te bewegen en te zoeken naar de regenboog. En die prisma's die worden geplaatst in een ronde kom. Dat is de verwijzing naar het oog. Dat zich kan draaien en ergens op kan focussen. Dat staat natuurlijk ook voor Nedinsco. Want als je 100 jaar bestaat, dan kun je je dus ook echt richten en focussen. Met de technische tekening kan de kom door de machines worden gemaakt. De ronde vorm waarin de prisma's liggen gaan ze zelf maken. Dat kunnen ze hier. Het is een plek met heel veel talenten. Ze gebruiken hun machines en talenten normaal gesproken voor hele andere dingen. Maar ze kunnen het allemaal. Ik rijd ermee naar de verbronzer. Een hele nieuwe techniek die precies bij het innovatieve karakter van Nedinsco past. We zetten het in elkaar en het beeld wordt in de speciaal gemaakte sokkel geplaatst. Onze expertise komt samen en zo ontstaat er een beeld dat echt bij Nedinsco hoort. Heb jij iets te vieren? En ben je op zoek naar een beeld dat echt bij jou past? Ik maak kunst speciaal voor jou. Neem gerust contact op.